Ik was met een baluster aan het maken. En terwijl ik aan de gang was, dacht ik eigenlijk is dit wel een leuke timmertip. Ik heb een 10 mm brede zaag, dit noem ik een sleuvenzaag. En dan heb ik een wandje van twee platen van multiplex van 18 mm. Die staan tot aan de muur, zo'n dwarswandje is dat. En er moet een eindbaluster aankomen. En nou had de opdrachtgever gedacht van, nou dat is wel leuk als daar van die gleufjes in komen. En voor de rest is het open. Het was ongeveer 10 bij 10. Ik heb nou twee bindjes van 4,5 bij, wat was het? Een centimeter of 20. Even kijken, centimeter of 12 was het. En daar heb ik, die twee bindjes heb ik aan elkaar gelijmd. En daar heb ik, daar kon ik 8,5 bij 8,5 zo'n beetje uithalen. Dus geen 10 bij 10, maar dat zal geen probleem zijn. Dus ik heb dat zo aangehouden. En nou komt één kant naar dat wandje, dat wordt glad. En die andere drie kanten, daar komen die sleuven in. En nou had ik bedacht om die sleuven niet helemaal tot onder en naar boven door te laten lopen. Want dat is het makkelijkste natuurlijk. Haal je door de cirkelzaag van die 10 mm. En je bent klaar. Dus ik heb even zitten denken, hoe doe ik dat? Want als je hem inlaat in die sleuvenzaag, dan kan die uit je handen schieten. En terugschieten. Die kracht is vrij groot. Dus dat risico, dat wil ik niet lopen. Wat heb ik gedaan? Dat wil ik nou eens laten zien. Ik heb al een paar sleufjes gezaagd, dus het gaat goed, het systeem. Anders had ik het niet laten zien hoor. Ik heb in drieën, dus ik heb eerst in het midden een sleuf en daarna in dat overblijvende gedeelte in het midden nog een tweede sleuf. En nou heb ik hier een lijntje gezet tot waar die om een afstand in de onderkant dat die later begint. Dus ik heb hier een lijntje. Ik heb de zaag. Die staat nou beneden. En ja, en er staat geen afmetingen bij in mijn zaag hoe hoog ik hem kan draaien. Maar ik wil ze natuurlijk allemaal wel even diep. Dus ik heb twee slagen naar beneden gedaan. En dan zit hij eronder. En als het hout erop ligt en hij is klaar, en dan draai ik twee slagen omhoog terwijl hij draait. Dan komt hij erin. En om dat nou te voorkomen dat hij eruit schiet. Hier moet er nog een nieuwe sleuf bij. Dus kijk, ik heb een rolbok erachter gezet als derde handje. En ik heb hier die lijn. Daar leg ik hem op. Ik klem hem vast met een lijmklem aan mijn geleider. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat hoeft niet kei vast te zitten. Maar als die even aangedraaid is, dan kan die niet meer terug. En hij gaat niet zo diep, dus zoveel kracht zal hij niet hebben om dat terug te laten schieten. Maar zeker wordt onzeker. Dus ik heb nou mijn zaag op de goede maat. Hij zit vast. Ik laat hem draaien. Ik doe twee slagen omhoog. En ik ga lopen. En die bok, die moet goed haaks op mijn beentje staan, anders gaat hij verlopen. Dat is even, in het begin was dat even zo, dan stond hij niet goed. En ja, dan moet je even oppassen. Dus daar gaat hij. Nu gaat hij op de goede hoogte. En ik doe weer twee slagen omlaag. Dan kan ik mijn balkje weer weghalen. En dan heb ik mijn gleufje netjes tot dezelfde hoogte. En mijn eind van mijn geleider heb ik gezet dat die maat aan de onderkant is. En ik hoop dat hetzelfde is als daar, want straks moet ik hem omdraaien. Dus dat zien we bij de eerste de beste. En mocht dat nou uit de klauw lopen, dan kan ik dat met een van die snel drogende houtrot vullen, vul ik dat gaatje op. En dan zaag ik hem even om een andere maat. Maar dat is een beetje een gok, want ik weet niet of die twee nou echt kloppen.
Ik heb het wel gemeten, maar ja, je weet hoe het verkeerd kan gaan. Deze hier komt geen gleuf in. Ik heb nou hier twee gleuven en ik heb nou hier twee gleuven. Dus nou moet ik hem omdraaien. Zup, 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 zup. En dan ga ik, want als ik hier die lijn heb, dan weet ik niet waar de zaag zit. Het is een gok. De eerste is een gok. Maar dat proberen we even. Ik laat hem omhoog komen en ik doe hem weer naar beneden. En dan ga ik kijken of dat goed zit. Klein beetje aandraaien. Machine aan en omhoog. En ik doe hem weer omlaag, want ik ga kijken of dat klopt. Dat wil ik wel weten. Even kijken. Dat klopt, dus ik kan doorgaan. Dus die maten kloppen. Dan moet ik hem weer op dezelfde maat natuurlijk leggen. Het lijntje. Ik leg hem zo. Nou, dan kan ik met een gerust hart gaan zagen. In het midden gaat hij nog heen en weer. Dat gaan we oplossen met die high-tech. Want ik wil geen spijkers of zo hebben. Dit past. Ja. High-tech erop. Thank you.
zo blijven zitten. Hoe doen we dat? Is. Koos. Ja, hij is goed.